Hi, Mieke Maat hier van Wakker Worden met vlog nummer 23, de vlog waarin je alles leert over stress en burn-out. In deze video wil ik je graag vertellen over de kernmethode en met name voor wie de kernmethode niet bedoeld is. Ik heb namelijk onlangs een kennismakingsgesprek gehad met iemand die geïnteresseerd was om met de kernmethode aan de slag te gaan, waarin bleek dat dat totaal geen match was. Dus ik dacht, misschien is het handig als ik even uitleg hoe dat precies werkt en waarom het wel of niet een match is. Wakker worden is niet bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een quick fix. Wakker worden gaat echt over in de kern een probleem oplossen. Dat is waar de kernmethode over gaat. In de kern het probleem oplossen. En ik maak eigenlijk altijd de vergelijking met als je in de auto rijdt en er gaat een controlelampje branden. En je gaat dan naar de garage en de monteur zegt, ik heb het gefixt, ik heb het draadje doorgeknipt, het lampje brandt niet meer. Dan is het symptoom wel weg, maar dan is het probleem nog niet opgelost. En voor mij gaat het over echt naar het probleem gaan en dat probleem dus in de kern oplossen. En dat betekent dat dat van je vraagt om naar binnen te gaan, om in jezelf te keren, om naar jezelf, bereidheid om naar jezelf te kijken, naar de patronen die je hebt. En het is niet bedoeld voor mensen die eigenlijk op zoek zijn naar alles en iedereen de schuld geven van hun probleem. De kernmethode vraagt dat je bereid bent om bij jezelf na te gaan welk aandeel jij hebt in het probleem. Want natuurlijk kan het zijn dat andere mensen onderdeel zijn van jouw probleem. Maar je hebt geen invloed op dat wat andere mensen wel en niet doen. Maar je hebt wel invloed op jouw eigen stuk. En dat is waar de kernmethode over gaat. Om in de kern te kijken, oké, welk stuk, welk aandeel heb ik hier? En het vraagt dus bereidheid om met jezelf aan de slag te gaan. En het vraagt ook een bereidheid van jou om te veranderen. Als je namelijk niks verandert, dan zul je altijd dezelfde resultaten creëren. Meneer Einstein heeft dat ooit zo mooi gezegd. Hetzelfde blijven doen en een ander resultaat verwachten, dat is een teken van waanzin. Dus het vraagt bereidheid om te veranderen. En ja, veranderen is vaak heel spannend. Maar als je niks verandert, dan zal uiteindelijk het resultaat steeds hetzelfde zijn. En dan kunnen we wel in het geval van stress en burn-out voorspellen wat er gebeurt. Dan blijf je stress houden. Dus het vraagt een bereidheid om te veranderen en om in de kern te kijken naar, oké, maar waar komt dit nou vandaan? Welk stuk van mijn zijn? Welke overtuigingen heb ik die niet meewerken, die mij niet helpen om een fijn en ontspannen en gebalanceerd leven te leiden? Ik hoop dat deze video een beetje duidelijkheid heeft gecreëerd over voor wie de kernmethode niet bedoeld is. En daarmee natuurlijk ook voor wie de kernmethode wel bedoeld is. Dus dat betekent, als jij denkt, ik ben echt helemaal klaar met die nare stress en dat opgejaagde gevoel. En ik ben echt klaar om met mezelf aan de slag te gaan. Voel je dan bij deze van harte uitgenodigd om met mij contact op te nemen, om te kijken hoe we je daarbij kunnen helpen. Ik hoop dat het wat duidelijkheid heeft gecreëerd en ik wens je een hele fijne dag. Tot een volgende vlog. Doei doei!